Bouwgestart van Zorgcomplex in Lindholt. Boodschappen collecten voor de voedselbank. Een 10e editie voor Dickensfestijn in Druten. De Nijmeegse wijk Lindholt heeft er vanaf volgend jaar 45 zorgappartementen bij voor ouderen. Maandagochtend zijn de werkzaamheden officieel gestart aan de Sint-Agnetenweg. Wethouder Noël Vergunst gaf het startsein. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar volgend jaar is dit een zorgcomplex met 45 woningen voor ouderen. Samen met medewerkers van de Klokgroep, woningcorporatie Woonwaarts en zorgverlener De Waalboog mocht wethouder Noël Vergunst een van de eerste palen in het gebouw steken. Volgens de wethouder is het belangrijk dat de zorgappartementen er zo snel mogelijk komen. Ja, we hebben onderzocht in Nijmegen waar er nog zorgwoningen nodig zijn. Dus dan gaat het echt om ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. En onder andere Lindholt is daar nog behoefte aan. Dus daarom is de gemeente heel erg blij dat woningcoöperatie Woonwaarts en zorgpartij De Waalboog hier 45 zorgwoningen bouwen. Zodat mensen uit Lindholt hier straks, als ze ouder worden, toch in de wijk kunnen blijven wonen. Welke zorg wordt er straks aangeboden? Zorg in een beschermde woonomgeving voor mensen met een lichamelijke aandoening die niet langer thuis kunnen blijven wonen. Maar de grootste groep mensen die hier komen wonen zijn mensen met dementie. Denkt u dat er veel geluidsoverlast komt? Nou ja, kijk, tijdens de werkzaamheden zal de buurt echt wel wat horen, hè, van de machines die gebruikt worden. Maar als het straks klaar is, dan zal het hier toch een hele rustige plek zijn voor zowel de nieuwe bewoners als voor de huidige bewoners. Als alle werkzaamheden goed verlopen, mogen de eerste bewoners van het zorgcomplex eind volgend jaar hun entree maken. Het leven wordt steeds duurder en dat zien ze ook bij de voedselbanken. De gezamenlijke kerken, Stichting Leergeld, Oost-Betuwe, Interact en de lokale Rotary Club uit Overbetuwe en Lingewaard hielden daarom op 9 en 10 december een inzamelingsactie bij alle 28 supermarkten in de gemeente. 5 jaar geleden begon de protestantse kerk in Elst met het collecteren van eten en drinken voor de voedselbank. Dat deden ze eerst via de kerk, maar inmiddels staan ze gewoon aan de ingang van een supermarkt, zodat het voor de bezoekers heel makkelijk is om mee te doen met de inzamelingsactie. Dat is misschien ook wel de kracht van de actie, want we staan aan de voorkant bij de entree van de supermarkt en vragen mensen iets te doneren voor de voedselbank. We hebben een kraampje in de supermarkt staan waar deze artikelen op gepresenteerd staan. Mensen pakken dat van het kraampje af, rekenen het af bij de kassa en vervolgens staan we ook bij de uitgang om de artikelen in ontvangst te nemen. En met de voedselbank hebben we overlegd dat zij zorgen voor het logistieke proces vanaf de supermarkt naar de voedselbanken toe. Mevrouw, mag ik vragen waarom u doneert? Ja, omdat het voor de voedselbank is. Ja? Ja. En waarom juist voor de voedselbank? Omdat ik verwacht dat het naar mensen gaat die het hard nodig hebben. Ja. Mevrouw, u geeft heel veel. Ja. Ja, waarom zoveel? Ja, waarom niet? Dat kan. Ja, u kunt het missen, bedoelt ja. U? Ja. Waarom heeft u iets gedoneerd? Omdat ik weet hoe het is om in de beetje moeilijk te hebben en van de voedselbank te moeten leven, zeg maar. Dus, Want u zit momenteel bij de voedselbank? Nee, niet, maar ik zou er eigenlijk wel horen, zeg maar. Oké, dus u heeft ook een beetje moeite om rond te komen momenteel? Ja, ja. En wat is de reactie van de supermarkten als je ze vraagt of ze mee willen doen in deze actie? Ze vonden het eerst wel een beetje spannend, want we hebben posters waarop alle logo's staan van de verschillende supermarkten. En dan is het van, hangt de Albert Heijn in de Jumbo en de Jumbo in de Albert Heijn. Maar gaandeweg hebben we uitgelegd van, ja jongens, de voedselbank verbindt. En eigenlijk stel je als supermarkt jouw klanten in de gelegenheid om iets te geven voor de mensen van de voedselbank. We doen al een paar jaar mee aan deze actie, omdat we zien dat het voor heel veel mensen vanzelfsprekend is om eten en drinken te kopen, maar ook voor heel veel mensen niet. En ik ben blij dat er aandacht voor is en dat willen we als winkel zeker ook faciliteren. Waarom vindt u het zo belangrijk dat deze actie wordt gehouden? Je eet zelf toch niet lekker als je weet dat anderen niks hebben. De mensheid die heeft het nu niet zo goed. Dat ziet u zelf ook wel. Alles gaat omhoog. Ik sta voor de mens, maar helaas doet de regering dat niet. Het is een goede actie, toch? Ja, ja. Mensen hebben het nodig, tenminste.
vind dat ze het wel nodig hebben, maar het is jammer dat het moet, laat ik het zo zeggen. We hebben 400 vrijwilligers die deze dagen in al die 28 supermarkten bij elkaar staan. Daar zijn we trots op dat het er zoveel zijn, maar we vinden het ook heerlijk dat het uit allerlei verschillende geledingen komt. En we zeggen dan, die voedselbank verbindt. Verbindt supermarkten met elkaar, verbindt gelovigen, niet-gelovigen, jong en oud met elkaar. Dus we zijn er gewoon met en voor elkaar. En dat maakt dat we trots zijn op onze Betuwenaren. Uiteindelijk zijn er bij de 28 supermarkten meer dan 1800 bananendozen voedsel ingezameld. Ook is er nog een kleine 10.000 euro in geld opgehaald. Alles bij elkaar is de opbrengst van deze actie bijna 80.000 euro. Dat is ruim boven de verwachting die de organisaties vooraf hadden. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. A Christmas Carol en vele andere verhalen van Charles Dickens kwamen in Druten weer even tot leven tijdens het Dickensfestijn. Op Nijmegen na hebben de gemeenten in onze regio geen duidelijk beleid met betrekking tot hoogbouw. Dat blijkt uit een rondgang van RN7 langs de gemeente Druten, over Betuwe, Nijmegen, Wiegen, Beuningen en Bergendal. Bij elk afzonderlijk bouwplan wordt gekeken welke bouwhoogte het beste is. In Druten zijn er plannen voor een complex met 10 bouwlagen. Maar dat is onder de kleinere gemeenten al een grote uitzondering. De discussie over hoogbouw is weer opgeleid door de Nijmeegse plannen voor een 120 meter hoge woontoren. Nijmegen is in de regio dan ook de enige die qua bouwen echt de hoogte ingaat. Druten ging zondag even terug in de tijd. Terug naar de 19e eeuw. Allerlei verhalen van de beroemde schrijver Charles Dickens kwamen weer even tot leven tijdens de 10e editie van dit evenement. Wat vindt u van het Dickensfestijn? Gezellig. Ja, het geeft een leuke sfeer. Waarom bent u hier naartoe gekomen? Even een mooie impressie opdoen van het sfeertje. Wat maakt de sfeer nou zo leuk dan? Nou, alle verklede mensen, praatjes maken met bekenden, wat lekkers af en toe. Wat bent u allemaal tegengekomen? Wat zingende koortjes en verklede mensen. Vertel, wat ziet u er prachtig uit? Wie bent u precies? Dank u wel. Ik ben een dame uit 1860, de Victoriaanse tijd. En we beelden hier met de stand uit hoe het huishouden uit die tijd eruit zag. En wat u nu aan heeft, droegen ze dat ook in die tijd? Ja, dat droegen ze ook in die tijd. Ja. Ja. Wat ziet u er nou? Ik vind u er een beetje eng uitzien. Ik ben helemaal niet eng hoor. Nee? Ik ben juist heel goed voorbereid. Ik ben een pestwijf. Een pestwijf? Nou, dat klinkt niet zo lief. Nou, dat hoeft helemaal niet. Maar vroeger hadden wij natuurlijk in de tijd van Dickens, hadden wij geen corona, maar de pest. Ja. En wij hadden in het snavel, dit is niet echt een echte, wij wilden een beetje chique uitzien vandaag, omdat het ook zondag is, medicijnen en kruiden erin zitten om de pest tegen te gaan. Dus het is eigenlijk een mondmasker wat wij dus de huidige tijd hebben. Hebben wij een pestmasker, hadden wij in de Dickens tijd. Ja, ik zal zeggen, ik krijg hele leuke opmerkingen dat kinderen denken dat ik van de Masked Singers ben, maar ik kan helemaal niet zingen natuurlijk. Wat deelt u uit? Nou, we delen niks uit. We laten mensen wat winnen. Oh, wat kunnen de mensen winnen? Snoep en nog meer snoep. Maar snoep ook uit de tijd van vroeger? Ja, zeker. Uit de Victoriaanse tijd. Victoriaans snoep. Nou, zou ik misschien ook een stukje mogen proeven? Dat mag zeker, maar dan moet je wel eerst draaien aan het rad. Moet ik eerst, mag ik dat nu doen? Draait je maar even. Ja, oké. Okay. Oh, dat vind ik wel leuk. Even aan het rad draaien hoor. Oké. Okay. Aan het rad draaien hoor. Even kijken, ja, large wheat. De hoofdprijs. Nou. De hoofdprijs te pakken, dit geloof je toch ook niet? Dan krijg je van mij een bon hoor, wacht geen momentje. Nou, ik ben wel heel blij met de hoofdprijs. Kijk, dat zijn 3 grote snoepjes heb je nou. 3 grote snoepjes, oké. Okay, en die kan ik hier afhalen? Bij de snoepwinkel. Ik heb de hoofdprijs gewonnen. Nou, ongelooflijk. En wat houdt dat dan in? Nou, dat betekent je mag er 3 uitkiezen en dus ook 1 van de grote. Of ook 3 grote. Oh, dat ziet er allemaal wel lekker uit. Wat raad je nou aan? Ik kan de karamel heel erg aanraden. En ook de noga. Dropjes zijn natuurlijk altijd goed. En verder ja, kaneelstokjes of kaneelkussentjes. Oh, ook lekker. Ja, doe maar inderdaad die dan. Ja. Lekker karamel. Hij is zelfs zo groot dat ik hem bijna niet kan pakken. Ja.
Ik vind de spek eigenlijk ook wel lekker in plaats van noga. Ik ben niet zo van de noga. Ja, heel goed, heel goed. Ja, en dan doe maar een dropje. Ja. Oud-Hollands dropje. Helemaal goed. Nou, dankjewel. En een hele fijne dag vandaag. Niet ervan. Ja, dankjewel jullie ook. We hadden vandaag een mooie zonnige dag, maar het was ook een koude dag. Temperaturen kwamen slechts 1 graadje boven het vriespunt uit. Een sjaal en handschoenen, nou die kunnen we nog wel even bij de hand houden, want het wordt nog kouder. Vannacht koelt het lokaal zelfs af naar een graad of 8 onder nul. Morgen dus flink krabben als je met de auto weg moet. Verder verloopt de dag morgen opnieuw weer zonnig en koud. Het wordt morgen een echte ijsdag. Dat betekent dat de temperatuur morgen waarschijnlijk niet boven het vriespunt uit zal komen. De dagen erna zal er overdag een paar graden bijkomen, tot een graad of 3, 4 boven nul. Wel neemt de kans op een winterse bui weer toe, maar er blijft genoeg ruimte voor de zon. In de nachten blijft het voorlopig matig vriezen. Tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. En je volgt ons even op Facebook, Twitter en Instagram. En na deze uitzending gaan we de streek in op RN7. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.